Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Maarten Braber. Ik hou me bezig met alles wat met eigenlijk digitale zorg te maken heeft. En ik ben in 2008 onder andere bijvoorbeeld begonnen met het eerste Health 2.0 evenement in Nederland. Toen was dat nog iets wat weinig mensen kenden. Ik heb een tijdje in Amerika voor die conferenties gewerkt. Ik ben afgestudeerd op businessmodellen van ziekenhuizen en zorg is altijd een beetje in mijn blikveld gebleven. En recentelijk ben ik eigenlijk steeds meer geïnteresseerd geraakt in gezondheid. En niet zozeer dus een gezondheidszorgsysteem of hoe we de gezondheidszorg goedkoper of efficiënter kunnen maken. Dat heb ik eigenlijk een hele lange tijd gedaan, maar ik ben steeds meer geïnteresseerd geraakt gewoon hoe kan ik gezond worden. En schijnbaar is er ook een beweging die daar geïnteresseerd in is en daar ga ik vandaag wat meer over hebben, over Quantified Self. Mensen die eigenlijk kijken naar hun gezondheid en hoe kan ik gezonder worden, misschien met behulp van technologie, slimme experimenten of andere dingen. Maar mijn vraag is eigenlijk veel meer, hebben jullie misschien vragen of dingen waarvan je nu al zit en dat je zegt, nou, als je dat ergens in je verhaal kan meenemen, want eigenlijk is mijn verhaal niet zo heel lineair. Ik heb wel slides, ik heb ook een heel aantal sites en voorbeelden die ik kan laten zien, dat kan ik heel hands-on doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie hier gewoon een vraag hebben die je best wel beantwoord zou willen zien. Dus mijn idee is eigenlijk, als je die hebt... Gaat u iets... Zeg maar je hoor, want anders... Ga je daar nog die tricorder die nieuw is uitgevoerd? Ja, ja. Ja. Oké. De scanner doet... Dit is een tricorder, noemen ze dat. In Star Trek zit een apparaatje. Voor wie kent er Star Trek? Want als er daar iemand neervalt en ze weet niet wat hij heeft, dan trekt de dokter een soort apparaat uit zijn binnenzak en die kan binnen, precies binnen een seconde zo scannen en zeggen wat hij is. En de soort van challenge die nu is uitgeschreven is, kunnen wij dat ook met de huidige techniek? We kunnen ook zo'n apparaat maken. Nou, daar ga ik ook iets over vertellen. Ik ben er geweest en ik zal je dat... Zou je misschien ook iets kunnen vertellen over de link tussen Quantified Self en reguliere geneeskunde? Of die er ja. 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 Een van de meest vervelende dingen die... Het laatste dat ik hoorde van artsen is dat mensen allemaal verschillend zijn. Dus dat je wel al medicijnen gegeven, maar dat ze heel verschillend reageren en doseren. Ja, dat iedereen anders is en dat een soort all fits one aanpak niet echt werkt. Ja, dat is behoorlijk een nightmare, denk ik. Oké. De link naar de voeding toe, of je daar iets mee doet. Ja. Ik heb niet, ik kan straks even verder op ingaan naar voeding toe. En voeding en onder andere ook wat het beïnvloedt en hoe je dat kan tracken. Ja, andere? Dan het, de genetische manipulatie. Genetische manipulatie of? Of genetische manipulatie. Ja, precies ook. Ja? Oké. Okay. Andere. Dat gaan we toch niet doen hier. We gaan een discussie voeren. Dat soort discussies, daar moet je altijd mee eindigen, want dan kan je namelijk de rest van de middag aan besteden. Andere ding, mensen die zeggen, goh, dat zou ik wel even willen weten, of ga ik daar nog over hebben? Want anders ga ik gewoon mijn verhaal in. En in principe, we hebben een uur. Ik wou niet het hele uur vol gaan praten, dat wordt altijd een beetje eentonig en saai als je een uur naar mij moet gaan luisteren. Maar ik wil eigenlijk wel gewoon wat verschillende dingen laten zien waar je dan op kan inhaken als je er meer van wil weten. En ik denk hoe jij met alle verschillende datasets omgaat. Oké. Ja. Nou, even voor mijn begrip. Wie kende het begrip Quantified Self al voordat hij hier een beetje? Dus andersom, ik denk dat er toch iets van 6, 7, 8 mensen zijn die... Wie kent het niet? Om toch eventjes heel kort uit te leggen in wat voor context die beweging staat en waar ik me gewoon mee bezighoud. Ik heb ook samen met onder andere Martijn en nog een aantal andere jury presenteer einde van de middag. Joost, hebben jullie misschien zo net een verhaal van gezien. Die zijn allemaal mede-organisatoren van, we doen zowel een editie in Amsterdam. Het is een soort, het is een bijeenkomst van mensen, net zoals wij hier allemaal zitten. Als je geïnteresseerd bent in het onderwerp, kom je erheen. En dan kan je eigenlijk alle onderwerpen die je interessant vindt, die gaan over self-tracking. Dat is het soort samenbindende onderwerp. Wat kunnen we allemaal meten? Bespreken. Dus daar gaat het dan vaak om. Er is er een in Groningen. Voor mensen die uit het noorden komen, er is een in Amsterdam. En er is een Europese conferentie iedere 6 maanden. Daar hebben we er net even gehad in mei en er is er in oktober weer een. En, dus dat is wat ik onder andere in dit veld organiseer. Nou, ik zeg altijd, er zijn 2 soorten QS. Dus als je nu QS, als je daarover leest, dan moet je altijd even kijken, hebben ze het nou over QS? Bijvoorbeeld, ik heb allemaal van die bandjes om. Dit zijn bandjes die trekken je beweging en die zeggen hoe actief je bent gedurende de dag. Eentje is bijvoorbeeld van Nike en je kan in heel veel bladen tegenwoordig lezen over wat Nike van plan is met. En sommige mensen zeggen Quantified Self. Dat zeg ik altijd, is Quantified Self zonder hoofdletters. Dat is een soort merknaam of een soort beschrijvende naam geworden voor een hele brede beweging.
daar horen dit soort bandjes onder. Mensen die mij volgen op Twitter, die zien misschien dat ik iedere mijn weegschaal, die kan automatisch mijn gewicht op allerlei netwerken zetten en laten zien hoe ver het veranderd is ten opzichte van de week daarvoor. Al dat soort digitale technologieën die te maken hebben met tracking, dus het meten en dat op een digitale manier doen, dat wordt wel quantified self. En aan de andere kant heb je dan die beweging. Dus je hebt die beweging quantified self, dat is een groep mensen. En dat zijn er ongeveer zo'n 20.000. Nou, je kan er niet echt een officieel label op plakken. Het zijn mensen die erin geïnteresseerd zijn. Mensen, ik zie hier in de zaal sowieso een paar gezichten. Mobile Monday, misschien zijn er mensen die dat evenement kenden, organiseerde ik een aantal. Dat was zo'n evenement voor mensen die geïnteresseerd waren in mobiel. Nou, daar ging je naartoe en daar hoorde je dan wat de laatste stand van zaken was. Of je kwam daar mensen tegen die in dezelfde werksfeer eigenlijk zaten. Nou, zo'n evenement is quantified self. Dus dat is een beetje de omschrijvende naam en de soort wereldwijde beweging van mensen. Om dan heel iets in te zoomen, omdat er heel vaak vraag wordt gezegd, ja, wat is dan, wat valt er binnen en wat valt er buiten? Nou, dat is aan degene die het, ik bedoel, je mag zelf bedenken wat je wil, maar zoals, ik zat laatst, was ik aan het eten met Gary Wolf, en dat is een van de oprichters, die is journalist, die is in 2008 samen met Kevin Kelly, die heeft een aantal boeken en die schrijft veel over technologie, die zaten bij zijn huis en ze zouden eigenlijk een soort bijeenkomst hebben over, ze hadden wel wat gehoord over dat er meer mogelijkheden waren om dingen te meten. Toen kwam er iemand te laat bij hun afspraak. En toen zei ze, nou, je bent te laat, begin maar. En die begon eigenlijk doordat zijn laptop openklapte. En die zegt, nou, ik kan precies vertellen waarom ik te laat was. Ik was namelijk een uur geleden was ik op deze locatie. Toen heb ik er zo lang over gedaan om hier te komen. Nu ben ik hier en ik heb al vandaag zoveel stappen gedaan. Dus die had een hele dataset. En daar is een beetje die interesse meer uit voortgekomen. Dat ze zeiden van, je moet het eigenlijk veel meer hebben over die brede beweging. Van wat kan je dan allemaal doen? En niet per se alleen over die techniek. Dus dat quantified, dat is ook best wel breed. In ieder geval, zoals ik het altijd probeer te beschrijven. Quantified gaat over alles wat je kan aangeven over een tijdseries vaak. Van dat je zegt, ik voel me zo. En gisteren voelde ik me minder of beter. En dan kan je dat over een lange tijdsduur doen. Dat is quantified. En dat kan ook visueel zijn. Dat hoeft ook geen getallen te zijn. Maar je kan het ook doen. Er zijn mood tracking apps bijvoorbeeld, waar je met kleuren aangeeft hoe je je voelt. Nou ja, als je daar een methode voor vindt voor jezelf, waardoor je mapt welke kleuren bij welke stemmingen hoort, dan kan dat een prima methode zijn. Dus zo breed kan het zijn. Dan heb je het zelf gedeeld en het zelf is ook wel wat breder dan alleen maar ik. Zelf is ook bijvoorbeeld, als jij iets trekt, kan dat voor jou relevant zijn, maar stel dat het gaat om, bij wijze van spreken, dingen die je trekt van als je net een baby hebt gehad, die je daar wel bij houden, dan kan het ook een hele, zeg maar, een soort intiemere sfeer zijn van binnen het gezin. Of het kunnen meer mensen als het gaat om iemand die voor jou zorgt, of andersom jij die voor iemand anders zorgt. Zelf is ook best wel een breed begrip. Ja. Er zitten wat quotes door tussen van de nummers van de Killers. En er is een video die kan ik nog wel laten zien van Jason Silva, die het heel goed opzomt. Dus die komen af en toe voorbij. Waar het hier om gaat is eigenlijk dat waarom dit nu relevant is, is eigenlijk omdat we nu een hele aantal trends hebben die langzaamaan bij elkaar komen. Ik geloof op de volgende slide, ik zal even kijken. Deze slide, je hebt eigenlijk in de omgeving van, als je nu om je heen kijkt en vandaag, ik geloof de vorige presentatie was niet, wij gingen over onderwijs. Er zullen nog wel een aantal andere sectoren en onderwerpen aan bod komen vandaag. Je ziet in al die sectoren een aantal trends die eigenlijk binnen al die sectoren wel zichtbaar zijn. En een van die grote trends is onder andere do-it-yourself, peer-to-peer. Dat mensen niet meer hun soort van hoop stellen op een groot systeem. Dat als het gezondheidszorgsysteem het maar anders doet, dan kunnen wij gezonder worden. Je ziet nu dat steeds meer mensen zeggen van ja, jij hebt iets gemaakt en ik heb iets. En als wij gewoon met z'n tweeën iets uitwisselen, laten we vandaar beginnen. In plaats van dat we vertrouwen stellen op dat hele grote systeem. Maar dat zie je dus ook in al die sectoren. Ik weet niet, hoeveel van jullie hebben al via Airbnb gereisd? Dat zijn er nog wat minder dan ik dacht. Misschien zijn er nog wel wat meer. Maar ik zie wel steeds meer mensen gaan die dus zeggen, nou, ik kan ook in plaats van een hotel gewoon bij mensen via een website als Airbnb, waar je dus direct bij een particulier eigenlijk een deel van zijn of haar huis huurt, zogezegd. Maar het gaat ook met diensten waar je auto deelt. Nou, we kennen in Nederland al heel veel van die diensten. En die trend die is dus niet alleen maar zichtbaar in al deze sectoren, maar dus ook in de trend voor de gezondheidszorg. En plus dat het transsector heeft een manier wordt samengewerkt. Dat je overschuttingen heen tussen verschillende kennisgebieden.
Ja, nee, dit is om een voorbeeld te geven over al die sectoren, zie je dit in al die sectoren. Maar je ziet ook mensen die inderdaad dingen delen of expertise delen vanuit de ene naar de andere sector. En om zo'n voorbeeld te geven hoe dat dan gaat, als je zegt van ik ben gewoon zelf geïnteresseerd om gezonder te worden. Dit is een van de organisatoren in Zweden, Sara. En zij is Parkinson patiënt, maar een heel specifiek soort Parkinson met. Zij heeft een soort Parkinson waarbij ze heel hard, heel duidelijk merkt dat haar gewrichten stijf worden. En dat maakt gewoon haar handelingen gedurende de dag moeilijker. Dus dan neemt ze medicijnen voor. En door haar medicijnen kan ze dat een soort tegengaan gedurende de dag. Maar ieder deel van de dag vergt weer een ander soort medicijn. Het vergt een hele strikte timing ook. En ze merkte op een gegeven moment dat die timing wat problematisch werd. En vooral zo rond de lunch. Dat ze zei van eigenlijk voel ik het tijdens de lunch. Voel ik me echt niet zo goed. Maar ik heb het idee dat dat na de lunch weer beter wordt. Nou, ze slikt. Je ziet hier onderaan een grafiekje. Dit zijn de medicijnen die ze slikt eigenlijk. Die verschillende kleuren. Dus je ziet dat zijn niet één. Dat is meestal een soort cocktail van medicijnen. Of verschillende pillen in verschillende combinaties. Dus zij zegt, maar hoe kan ik nou zelf misschien wat meer inzicht krijgen in dat of ik me goed voel? Want dat was eigenlijk haar vraag. En toen heeft ze een app gedownload uit de App Store, die helemaal niet bedoeld was als medisch of wat dan ook, maar het was een spelletje, een app waarbij je op je telefoon tikt. Dus je tikt en binnen 30 seconden moet je dat zo vaak mogelijk doen. Dus nou, iedereen kan dat spelletje spelen, alleen voor haar is het iets wat ook nog wel een medische kant heeft, want hoe minder zij kan typen, hoe stijver haar gewrichten. En dat heeft ze gewoon gedurende een tijd lang, ieder moment van de dag dat ze die medicijnen nam gedaan en gecheckt. Ook als ik nu kijk naar hoe ik me voel, en dat is eigenlijk deze lijn, dus dit zijn gewoon getallen. Dit is overigens haar man als een soort controlegroep. Nou, die zie je, die is heel, heel steady eigenlijk. Er zit niet heel veel verschil in, maar bij haar is het verschil heel wisselend. En doordat ze dat kon meten, kon ze ook zeggen, ik zie dat er een dip zit al voor mijn lunch eigenlijk, voor het moment dat ik normaal gesproken mijn medicijnen zou nemen. En daarmee heeft ze haar medicijnen een stuk naar voren gehaald. Dit is een van die voorbeelden waardoor je eigenlijk met heel weinig technologie, ze had het ook, ik bij wijze van spreken, ze had het ook met een opname kunnen doen of gewoon kunnen tellen. Maar dit was dan handiger omdat ze nou eenmaal dat voorbeeld had. Om dus haar eigen zorg te verbeteren. En het verschil is dus, wat je ook ziet staan, ze heeft normaal maar 1 uur zo'n beetje in het jaar dat ze echt weer eventjes met haar arts overlegt. Omdat ze al zo lang met deze ziekte dealt, zit ze niet meer iedere 2 weken bij een arts, maar moet ze zichzelf een beetje zien redden. En hiermee kan ze haar eigen situatie ook een stukje verbeteren. Dus het gebeurt niet allemaal meer in het kantoor van de dokter. En net werd ook de vraag gesteld, hoe sluit dat aan op het gewone gezondheidszorgsysteem? Nou, een van die methodes, ik ben net naar San Francisco geweest met een groep artsen. En de ene meeting die we hadden waar we zaten, zeiden de artsen en onder andere niet alleen artsen, maar ook mensen uit GGZ, eerste lijn zorg, laboratoria, zeiden bij de ene meeting vreselijk. Hiermee kunnen we kunnen wel stoppen, we kunnen wel inpakken, want straks is het, hè, we gaan het nog hebben over die Scanadu, dat is dus zo'n apparaatje dat zou kunnen analyseren hoe jij je voelt. Dus dan heb je misschien geen dokter meer nodig. En bij de andere zijde ze, oh maar dit is heel interessant, want hier heb je nog steeds een soort menselijke component bij nodig en kunnen wij misschien die menselijke component wel zien. Dus er verandert veel, maar dat is niet per se alleen maar minder, dat is ook gewoon dat er een deel verandert. Ja? Ik hoor je een paar keer zeggen dat je kunt meten hoe je je voelt. En dan denk ik, hey, maar ik voel toch gewoon hoe ik me voel. Waarom heb ik een apparaatje nodig om te voelen hoe ik me voel? Ja, wat je eigenlijk ziet is dat we hebben natuurlijk heel veel dingen al kunnen meten die we heel goed konden aflezen aan de buitenkant. Bijvoorbeeld je gewicht of je bloeddruk zou je ook nog kunnen zeggen, dat is redelijk goed te meten. Maar er komen steeds meer dingen bij. Bijvoorbeeld het inzicht in slaap is iets wat we heel slecht kunnen meten. Maar de effecten van slaap, als je niet goed slaapt, die kent iedereen. Als je niet goed slaapt of je hebt het idee dat je niet goed geslapen hebt, dan word je wakker en denk je, ja. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik heb blijkbaar niet zo goed geslapen. Nou, dat soort inzichten kunnen we nu veel meer inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld doordat je een sensor hebt die meet hoe vaak je wakker wordt 's nachts, of wat je hartslag is geweest, of je adempauzes hebt gehad, of dat soort dingen. Daarnaast is er natuurlijk nog een heel groot deel intuïtie. En dat is een hele, hele goede discussie die iedere keer eigenlijk weer terugkomt. Hoe combineer je nou het feit dat je zegt, ja, maar ik weet gewoon ook wel intuïtief hoe ik me voel, met een soort meting? Dat denk ik niet dat het zo is, want daarom is het mediteren zo in opkomst, het mindfulness. Want we zijn juist extreem slecht geworden in het opmerken van onze lichamelijke hoedanigheid. Dus
dat bewustzijn ervan, als je dat elke moment, als je het aantal momenten van de dag denkt, oh, nu moet ik even een opleving van voet maken. Want als we dat echt zo goed konden met z'n allen, zou niemand een burn-out hebben bijvoorbeeld. Of een hernia aan de rug, dan zou je dat van tevoren voelen, maar dat voelen we met z'n allen niet. Ik denk dat het niet zo vanzelfsprekend is als je... Nee, er zijn natuurlijk meerdere... Het is waar, mindfulness is natuurlijk niet voor niets. En het grappige is ook dat ook bij mindfulness heel veel dingen opkomen die mensen die echt mindfulness bijvoorbeeld beoefenen, die zeggen, ja, je kan al die technologie gebruiken, maar uiteindelijk gaat het niet om die technologie. Het is iets veel meer dat je bewust bent van jezelf en of je daar nou technologie voor gebruikt. Maar je ziet dus dat er een soort omkeerbeweging is van mensen die eerst proberen met technologie van alles inzichtelijk te maken en dat kunnen gebruiken om op dat punt te komen. Dus die bewegingen zijn wel allebei, gebeuren wel allebei. En daar gaat dat idee van feedback loops, kent iemand, als ik zeg feedback loops, zegt dan iemand geen idee, wie zegt dat helemaal niks? Een feedback loop is eigenlijk het basisprincipe wat onder al die ideeën ligt, wat mensen proberen te doen, is je meet iets, je bijvoorbeeld visualiseert dat of je maakt dat inzichtelijk en daar volgt een actie uit. En als je dat herhaalt, dan heb je eigenlijk een feedback loop. Ik weet niet of ik deze heb. Maar je hebt eigenlijk een soort cirkel die constant blijft doorgaan waarbij je deze wel even nemen als voorbeeld. Dit is mijn gewichtsdata. Dus dit is mijn data van 2010. En je ziet ook, en dit is mijn hoe vaak ik op een gegeven moment ben gaan hardlopen. Nou, hier ben ik behoorlijk actief gaan hardlopen. En dan zag je ook dat het redelijk samenviel met eigenlijk het feit dat ik op een veel lager gewicht kon blijven dan daar op een gegeven moment als ik 96 kilo op zou lopen. En daarmee had ik een soort feedback loop voor mezelf ontwikkeld. Namelijk, iedere keer als ik terugkwam van het lopen, dan was ik heel enthousiast en ging ik op die weegschaal staan. Dan was het misschien maar 200 of 300 gram. Het verschil was niet zo groot, maar de feedback die ik kreeg was iedere keer ietsje positiever. Nou ja, tot op een gegeven moment gaat het natuurlijk weer omhoog. En dan ga je minder op die weegschaal staan. Dus het is een heel soort dynamisch iets waarbij je steeds maar moet kijken van, ja, wat is nu weer motiverend? Niet altijd is dit plaatje heel motiverend, want soms op een gegeven moment gaat je gewicht. Dus op een gegeven moment heb ik dit plaatje veranderd. Je kan ook je vetmassa bijvoorbeeld bekijken. En ik zag dat dat nog steeds wel aan het veranderen was. Dus je vetmassa, het percentage wat vet is versus het percentage wat spieren zijn, was nog steeds wel aan het veranderen. Waardoor ik dacht, nou, als ik dat plaatje er tegenover zet, dan is het nog steeds een soort verhaal. Maar op een gegeven moment gaat dat ook niet meer veranderen. Of zo je weer iets. Dus die feedback loop is een eigenlijk constant verhaal waarin je zit. Dit is een ander werk wat ik doe. Ik maak elke dag een foto om 8:36 uur. En dit is eigenlijk het meest wazige project, als je het zo noemt, maar het project waarvan ik eigenlijk het minst idee heb wat het me op gaat leveren. En toch al een paar dingen heb ervaren die toch weer iets opleveren. Dus je ziet foto's van of ik nou aan het koken ben of ergens onderweg naartoe ben. En in het begin dacht ik ook, nou ja, dat wordt een leuk hobbyproject, maar wat zou ik nou verder echt letterlijk aan kunnen hebben? En de grap is dat vooral, het ging net over mindfulness bijvoorbeeld, over hoe jij jezelf ziet of hoe bewust je bent van je eigen acties, dat heb ik heel erg zien veranderen. Ik heb heel erg gezien dat ik dacht dat ik bijvoorbeeld heel vaak het idee had dat ik overal heen ging en ik zelf het idee had, toen ik die foto's ging bekijken, dat er 3 of 4 keer een foto tussen zat dat ik op de bank zat naar de televisie aan het kijken was. Dus dat valt toch nog een beetje tegen. En andersom dat andere mensen met wie ik die foto's deelde zeiden, ja, je bent overal en je gaat allerlei dingen toe. En dat ik dacht, ja, maar dat is niet mijn werkelijkheid, in ieder geval niet zoals ik hem zie. En ze hadden precies dezelfde foto's als ik gezien. Maar ze hadden daar een heel andere interpretatie aan gegeven. Dus het stukje bewustwording. En dit is echt iets wat je gewoon, dit kan iedere telefoon doen. Ik maak gewoon een foto en ik heb een alarm op 8:36 uur. Het enige wat ik doe is ik deel hem automatisch. Ja. Waarom 8:36 uur? Dat toen ontstond het idee. Het idee is ooit ontstaan. Er is een iemand die ik ken, die woonde toen in Seattle. En die is er gewoon op Twitter mee begonnen, omdat een andere vriend van hem, dat is ook zijn uitleg. En verder, ik ken die vriend niet, dus ik weet niet wat zijn uitleg dan was. Die zei op een gegeven moment gewoon, ik ga een foto nemen, een week lang om 8:36 uur. Die is er ook mee gestopt. Hij is door blijven gaan. En Joost Platel, weet ik bijvoorbeeld, die heeft het ook. Die doet het ook, dus als wij meestal bij elkaar zijn. Weet je, zo'n Japanse meneer is tegen het zo geweest. Yeah. En die zei dat hij alle gigantische uitdagingen had gedaan. Professor. Yeah. Ik kan zijn naam niet onthouden, maar hij is echt een heel grappige figuur. Al 35 jaar doet hij, maakt hij foto's. Nou, de interessante dingen komen natuurlijk als je het over langere termijn doet. Verander je patroon als je... we hadden hier op de Quant for Itself conferentie een presentatie over. Die jongen had het 5 jaar gedaan inmiddels. Die zei, de patronen, je had alle foto's getagd. Die had ook aangegeven wat hij in elke foto zag. Mensen of zijn vriendin of
een gegeven moment kreeg hij kinderen, toen zei hij ook, nou, de foto's van feesten of plekken waar ik met heel veel mensen samen ben, dat is veel kleiner geworden, dat aandeel van foto's. Ik ben veel meer met mijn gezin bezig, ik ben veel minder ook aan het werk bijvoorbeeld, relatief. Ik zit minder achter de computer 's avonds, ik speel meer met mijn kinderen. En dat soort patronen, dat was ook, nou ja, precies wat je zegt, soms moet je zelf eventjes een visualisatie hebben om dat terug te kunnen zien. Maar hij liet ook zijn bloed volgens mij onderzoeken elke keer. Er komen we zo nog wel op. Ja, er zijn ook mensen die dat jarenlang gaan zijn kinderen dan laat naar bed? 8:36, dat vind ik echt, ligt die voor mij nog lang in. Nou ja, dat is wel een goede analyse, want ik zie hier heel veel, en dat kind is nu 2 of 3. Dus, Die sliep overdag nog heel. Dat was het in het begin zeker. Ja, dat kan. Ja. Nou goed, dit is een beetje wat veel mensen kennen als Quantified Self. Zijn er meer mensen die zo'n bandje hebben of iets? Ik wil de beste weten. Je wil de beste weten. Dat heb ik helemaal niet gevraagd. Ik zit er niet tussen. Eén is op zijn eigen functie hier van die band. Wat zeg je? Eén is voor bijvoorbeeld voor hardlopen, de andere is voor andere dingen. Ja, ik zal zo meteen wel eventjes een paar uitleggen. Ik heb er ook een paar mee. maar ik ben gewoon even benieuwd, wat meet je? Wat doe je met die bandjes? Of wat? Ik heb een hele tijd de Nike heb ik omgehad. Ja. Grootste frustratie daar was het opladen. Ja. Ik vind die dingen zijn veel te snel leeg. En die hele Bluetooth-functie vind ik je reinste onzin. Ja. Als je wil synchroniseren, doe je wel in je laptop. Ja. Maar ik ben een tijdje wat fanatieker aan het hardlopen geweest. Dus toen kijken wat inderdaad in combinatie met weten wat het zou doen met mijn vetpercentage. En je gebruikt hem nu niet meer, want? Ik was het op opladen gewoon zat en ik draag gewoon sieraden. Dus die combinatie werkte bij mij. Ja, oké. Ik heb 2 Jawbone-ups versleten, die allebei 3 maanden kapot waren. Had je de eerste editie? De eerste generatie. Ja, waren slechte kwaliteit. Ik was benieuwd op hoe lang deze al meegaat. Ja, deze gaat al een tijdje mee. Deze en ik heb in die tijd eigenlijk toevallig mijn slaappatroon veranderd. Ik ben toen een tijd, 's ochtends, als ik na 6 uur wakker werd, stond ik op. Ja. Ik zou niet meer omdraaien, doorslaan, maar gewoon opstaan, uitgaan en wat gaan doen. Ja. Volgens een bepaalde theorie ook. Maar daarvoor had ik dat bandje ook al omgehaald. Dus dat was voor mij fantastisch om mijn slaappatroon toen echt te vergelijken van voor en na het experiment. Van hoeveel diepe slaap heb ik per nacht, hoeveel ondiepe slaap. En deed je dan iets met die gegevens? Het feit, of had je gewoon inzicht en maakte dat je zeker van het feit? Ik kon ook wel beter zien wanneer ik wat veel dieper slaap had, wat ik dan s'avonds niet moest doen. En ik heb een tijdje daar ook dat zeehoofdbandje, dat hoofdbandje gekocht, maar ik meette heel slecht. Dan had ik echt van de 7 nachten, had ik maar 3 nachten een goede meting. Dus het was heel veel irritant. Ja, eventjes dan, omdat er zoveel mensen zeggen, goh, weet je wel, wat zijn dat? Dit is de meest makkelijke variant natuurlijk om iets te meten, want de grap is, iedereen beweegt, dus iedereen heeft deze metric. Kijk, als je hardloopt, moet je ook hardlopen om gegevens te verzamelen over hardlopen, anders heeft het te weinig zin. En hiermee is het zo dat je kan dit gewoon de hele dag dragen, zelfs 's nachts. Deze bandjes nu zijn, deze meeste zijn trouwens waterdicht. Je kan ze gewoon tijdens je slaap omhouden, omdat ze die Sleep Cycle app kennen misschien mensen wel, die ook gewoon eigenlijk activiteit weet, beweging. Ik zeg niet, ik heb eigenlijk niet zo'n voorkeur. Ik heb hier nog 2, dit zijn van de clips. Ik heb een soort fetish inderdaad met die dingen opladen, waar ik helemaal gek van word. Hierin zitten echt alleen maar opladers, want ze hebben allemaal weer een andere oplader en een ander verloopje. En ik word helemaal gek van die dingen. Dus ik weet ook nooit of ze aanstaan. Nou, deze heeft een lege batterij. Ja, nou, dat is dus mijn eeuwige frustratie. Nou, en daarom, als je het wil weten, wat mijn soort van favoriet tot nu toe toch nog is dit dingetje. Dit is de meest goedkope Fitbit die je kan kopen. Het is eigenlijk maar een heel klein apparaatje, dus een nieuwe, het heet de Zip. En er zit wel een display op, dus je kan ook tikken en dan kan je zo zien hoeveel stappen, hoeveel dingen. En deze gaat gewoon 6 maanden mee. Kijk. Dus die stop je gewoon in je broekzak of dit heet de Fitbit Zip. Fitbit Zip. En deze kan je gewoon echt 6 maanden gebruiken. En maar die houdt niet je slaappatroon mee bij. Deze houdt niet je slaappatroon bij, tenzij, dat kun je doen, dan kan je hem volgens mij op je arm, maar dat werkt bij deze maar dat doet die Nike niet of weinig. Nee. Doet de Nike ook. Nee. Ik wou zeggen, maar dat mis ik ook. Ja, nee. Maar wat wonderlijk uit. Wacht even. Hoe verzamelen die bandjes die data uit je lichaam? Nou, wat ze eigenlijk allemaal doen, is ze hebben een chipje en ze hebben ook grappig genoeg allemaal exact hetzelfde chipje. Als je enigszins zeg maar op technisch wil kijken, wat er dan voor chipje is, allemaal hetzelfde. En ze kijken naar hoeveel je beweegt en dus bijvoorbeeld, daarom kost het ontwikkelen van zo'n bandje versus zo'n nog best wel wat tijd, want dit is iets heel anders dan een heupbeweging zeg maar waar je dit doet. En ik was bij Fitbit op het hoofdkantoor en die jongens die zeiden, we hebben dus 1 jongen in dienst, die is 20. En zijn enige taak zo'n beetje de afgelopen 2 maanden toen ze dit aan het ontwikkelen was, ze hadden een kinderwagen met E.T., een soort pop erin. En die heeft gewoon 2 maanden lang door San Francisco downtown geduwd. Omdat ze moesten weten, als je namelijk niet je pols beweegt, maar je beweegt wel zelf. Hoe ziet dat eruit? Je moet je voorstellen, dat ziet eruit als 3 lijntjes. Namelijk gewoon vooruit, achteruit, omhoog, omlaag. Dat zijn de bewegingen die je kan
meter links-rechts, dus zeg maar drie dimensies. En daaruit, daar laat je iemand die een algoritme kan bekijken, laat je iemand een soort van analyse van maken. Zeg je, nou, als het zo'n lijntje is, met zo'n lijntje, dan is het een stap. Maar de tweede vraag wordt natuurlijk ook van, hè, is deze stap die ik hiermee maak nou precies evenveel als die stap? Heb je een real-time weergave dan van je bandje naar je app? Soms wel, sommige bandjes kunnen dat. Hoe gaat de communicatie dan? Bluetooth of dit soort bandjes hebben... Straling. Ja, dus gewoon via draadloze... draadloze. Je lichaam ook enigszins. Wat zeg je? Je lichaam ook enigszins. Ja, maar die gaat alleen aan als je op de knop drukt. Dus deze stuurt zich geeft alleen over als ik hierop druk. En dan vervolgens zeg maar, komt het te staan dat hij synchroniseert, maar niet continu. Want dan zouden de accu's helemaal snel op zijn als je dat zou doen. Je hebt ze nu allemaal om, hè? Ja. Zie je verschil in wat ik heb je geen haalt? Idee. Weet je, dat is de meeste vraag is die de meeste mensen stellen. Ik heb dit nu een week of drie. Ik ben ook een week of drie weg geweest in de zin dat ik ze allemaal om heb gehad, maar niet heel veel tijd heb besteed aan het nakijken. Maar het maakt ook heel weinig uit eigenlijk in mijn beleving. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar is dan een stap die je zet op een Jawbone Up en dan een Nike Plus en dan een ander ding? Maar waar je meestal voor gebruikt, en dat hangt natuurlijk af wie je het vraagt, is de meting die je doet, is die voor jezelf anders dan de meting die je gisteren deed? Ja. He, je probeert vaak voor NS1. Ik ben wel met je eens, en dat zullen veel onderzoekers denk ik ook vinden, als je een grotere groep hebt en de ene meting het ene jaar bijvoorbeeld is met de versie Fitbit versie 1, en daarna verandert Fitbit zijn algoritme en dan zit je te meten met versie 2. Dan wil je natuurlijk wel weten of je onderzoeksresultaten van het jaar daarvoor nog geldig zijn. He, anders dat opeens heel anders geïnterpreteerd wordt. Dus je wil misschien wel hele ruwe data hebben eigenlijk. Gewoon al die losse bewegingen, niet de interpretatie van Fitbit daaroverheen. Dus je ziet veel bedrijven, het Quantified Self Instituut bijvoorbeeld in Groningen, die kijken ook naar wel hoe vergelijken ze. Want als we ze in onderzoek willen gebruiken, willen we ook weten hoe die vergelijking is. Goed, dus je hebt een heleboel. Ik zie een businesskant. Ja. Je hebt dus een apparaat wat beweging registreert. Beweging, dat is energie. Ja. Dus die eerste Fitbit die zichzelf oplaadt door de beweging van je. Ja. Een soort als kinetische. Ja. Ja, maar ik denk ook niet dat dat heel lang duurt. Maar het is nog best lastig om. Je hebt die horloges, die kinetische energiehorloges, maar dat is mechanische energie, dat is toch wel een ander verhaal. Je hebt in Denemarken een bedrijf dat heet Polypower en die willen dat doen door middel van je spierenergie. Ja, en warmte van je huid. Zijn warmte van je huid, maar dat zijn nog hele relatief lage hoeveelheden energie, maar ik acht absoluut niet uitgesloten dat met de kansen die we hebben en de techniek dat er over een paar jaar een relatief goed alternatief is om energie op te wekken, bijvoorbeeld. Ja, op zich dat je de batterij op moet laden vinden om iets aan te vinden. Maar hij is op een gegeven moment vol met data die je op je computer moet zetten. En dat vind ik zo irritant aan. Dat is bij mij de reden. Nou ja, en daarom. En dat is dus de grap. Dat is met deze, tenminste als je het hebt over welke je gebruikt. En ik zal ook. We kunnen straks nog even na de tijd voor mensen die willen kijken. Maar deze doet het ook gewoon onder water, dus hier hoef je niet zo heel veel zorgen over te maken. Deze zendt gewoon zijn data als die vol is naar je telefoon toe en dan is het klaar. Dat is een mooie vraag. In de microfoon zit dat op versnellingssensors. Ja. Kun je niet gebruiken? Ja, die kun je zeker gebruiken. Ik ken de mensen de app, wie gebruikt die de map, de app Moves? De grap is dat een van de apps is die ik wel, als je vraagt van wat is leuk en wat is interessant om te gebruiken omdat het je meer inzicht geeft. Ik kan even kijken of je een overzicht kan geven. Die app staat altijd aan op de achtergrond van je telefoon en die kan zien wanneer je eigenlijk loopt, fietst of op een andere manier in transport zit. Maar die meet ook precies waar je bent geweest. Dus ik ben laatst een stuk gaan varen en ik kan wel eens zo'n moment dat ik eigenlijk geen idee meer heb waar ik ben geweest of ik ben door de stad aan het rijden gegaan. En ik weet dat ik een verkeerde afslag heb genomen, maar ik weet eigenlijk niet precies waar ik toen beland was. En dat houdt hij allemaal bij. En toen deze uitgelanceerd was, was het echt een drama voor je accu. Want dat is het grootste probleem dat iedereen zegt, het is gewoon binnen een halve dag leeg. En nu kan je, als je hem gewoon gebruikt, kan je er misschien een uur of 7, 8 mee doen. En als je dat dus doet, wat ik ook gewoon heb je gewoon, ik heb hem op, omdat ik een extra accu aan mijn telefoon heb hangen eigenlijk de hele dag. Kan ik hem een hele dag lang gebruiken, want dan kan ik meer dan een dag zelfs mee. GPS moet dat zo. Die GPS, af en toe check die even met de GPS als het nodig is, want heel vaak kan je op basis van wifi netwerk in de buurt ook een hele goede locatie geven. Nou goed, dus activity trackers, daar kan je dus allerlei dingen mee doen. Even een paar use cases. Je kan er bijvoorbeeld ook, mensen zijn aan het kijken of je hele kleine snelheidsverschillen zou kunnen meten. Dan kan je namelijk meten bijvoorbeeld bij mensen die beginnen een Parkinson hebben. Als ze steeds minder snel gaan bewegen, is dat een indicatie dat mensen... Dat heb je ook.
Dat kan je ook natuurlijk doen, maar dat is voor mensen vaak niet zo'n nieuw inzicht, maar dat is meer misschien of het meer voorkomt of niet. Ik heb met medische oncologen gepraat, die zeggen, wij willen graag mensen voor een operatie zo'n apparaat geven. Dan kunnen we zeggen, wat is een beetje jouw gedrag nu, gezond, relatief gezond, voordat je namelijk die operatie hebt. En daarna, zodat je weer terug kan proberen te gaan naar dat niveau. Anders weet je soms helemaal niet van, ja, hoe vaak of hoeveel bewoog ik dan de dag of de week daarvoor. En als je dat wel hebt, kan je dan ook weer er naartoe werken. En kan je ook mensen motiveren om daar weer naartoe te werken. En je hebt natuurlijk dingen als motiveren, competitie. Nou ja, dat hangt een beetje vanaf wat je doel ermee is. En je hebt ze tegenwoordig ook voor dieren. Dit is een Fitbit voor je hond. Ik weet niet hoe enthousiast die feedback loop bij honden werkt. Maar als je heel geïnteresseerd bent, ik ben altijd geïnteresseerd in wie. Als je zo'n onderzoek zou doen, gewoon dat ding aan zijn hond hangt. En zegt succes ermee. En ik doe 16.000 stappen per dag, terwijl dat ding gewoon aan je hond hangt. Ik denk dat dat ook wel onze behoorlijk project. Project van Sina hadden ze een kat, hadden ze een cameraatje opgebonden die er af en toe een foto maakt. Dat je zag hoe het leven van een kat in elkaar zit. Dat is ook schitterend. Nou, ik heb een camera besteld. Er is een camera die komt uit binnenkort. Dat is de camera die heet Memoto. Dat is een heel klein blokje. Ik kan hem wel eventjes laten zien. Het is eigenlijk een... Even via crowdfunding gedaan? Ja. Deze jongens hebben dat via crowdfunding gedaan. Nou, dit moet je ongeveer voorstellen, zo. Het is ongeveer zo groot. Je klipt dat op je kleding en die maakt iedere 30 seconden een foto. En dan heb je dus 4 giga foto's. Die zeg maar, deelt hij dan ook zelf netjes in, zodat hij kan herkennen. Nou, ik zat nu bijvoorbeeld een uur lang in deze zaal. Dan groept hij die bij elkaar en zegt hij, dit was de presentatie. En dan vervolgens zit ik in de trein of in de auto en dan groept hij dat. Dus dan kan je nog wel redelijk goed door die momenten heen. Maar het maakt natuurlijk ook, net als zo'n Moves app wel interessant, omdat je de hele dag onbewust eigenlijk al die informatie verzamelt die je pas later. En daarom vind ik dat 8 uur 36 project ook interessant, omdat het meestal niet van tevoren duidelijk is wat je ermee kan. Maar pas achteraf dat je denkt, hey, verdorie. Denk maar aan, in Rusland zijn die dashcams heel populair. Heel veel mensen gooien zo'n ding in een auto. Niet per se omdat ze nou heel direct al die beelden gaan zitten terugkijken. Maar op momenten dat jij een, of een meteoriet over komt vliegen, heb jij dat beeld. En zit jij dan op het goede moment, heb je dat ook. En we hadden onder andere iemand die deed onderzoek en die had al 7 jaar zo'n keer. Dus zijn verschillende camera's al hiervoor geweest. Sommige wat groter, sommige wat van een andere maker. Maar die had al 7 jaar van die data. En hij zei, ongeveer 50% van deze foto's zou je kunnen gebruiken. Dus voordat wij het een foto zouden noemen. Want de andere 50% is echt niet te gebruiken. Dat is zwart, er is niks op te zien, het is totaal bewogen of wat dan ook. En toen zei iemand, misschien moeten we dan in de toekomst wel onderscheid gaan maken tussen automatische foto's. Intent, zeg maar, met intent geschoten of zonder intent en met intent. Dus dat je heel bewust een foto maakt. Want uiteindelijk is de meeste van deze data die we hieruit gaan krijgen waarschijnlijk helemaal niet meer bedoeld voor ons. Die is bedoeld voor, bij wijze van spreken, systemen die ons helpen te begrijpen of wij te veel binnen zitten. Want we krijgen te weinig licht binnen. Ik zal straks laten zien, ik heb mijn bloedresultaten ook laten doen. En dan krijg je zo'n app en dan staat heel vrolijk, te weinig vitamine D. Stel dat ik aan de hand van zo'n... Hoe stel ik dat dan? Hoe moet je daar binnen zitten? Nou ja, dat is de vraag. Als ik kon meten hoeveel ik binnen zat, zou je kunnen zeggen, want heel veel mensen zeggen, ja, we hebben een donkere winter gehad. En dat is heel, heel normaal voor veel mensen nu, een te laag vitamine D gehad. Maar hiermee zou je ook nog een extra gegeven kunnen toevoegen. Dan kan je namelijk iets zeggen. Dan kan je zeggen, hey, je hebt ook heel veel binnengezeten vergeleken met alle andere mensen. Zeg maar de andere 100.000 mensen in Nederland die zo'n camera hebben. Die zitten gemiddeld genomen veel groter deel van hun dag buiten. En die hebben ook veel minder last van dat vitamine D tekort. Dus misschien is daar een link. En dan heb je het over, dan heb je het eigenlijk over die data. Van hoe kan je dat gebruiken. Dus Spotify zelf gaat dus eigenlijk heel erg over big data. Het is als je terugdenkt aan het plaatje, ik zal even kijken of ik hem terughaal, en welke trends het allemaal draait, is het eigenlijk een combinatie van deze trends. Er zijn meer trends, je kan er heel veel trends bij hebben, maar groot niveau is het, je kan dingen zelf doen. Er zijn steeds meer sensoren die we hebben, er zijn steeds kleinere sensoren, dus ook die bijvoorbeeld wel 10 jaar geleden, een sensor die 10 dagen meeging in dit formaat was bijna ondenkbaar, zeg maar, omdat... Wearables, dus het feit dat we dingen kunnen maken die gewoon echt draagbaar zijn. Dat we dingen hebben als een mobiele telefoon die toch veel van de functionaliteit overneemt. Hier hoeft geen chip meer in voor 3G, maar dat doet je telefoon wel. Dus je stuurt de data naar je telefoon en die regelt het wel. En dat we die data kunnen uitwisselen, dus het idee van big data dat je dingen combineert. Er zit natuurlijk heel veel waarde in de toekomst dat je dat kan combineren op nieuwe manieren. En daarom ben ik er juist zo voor dat we allemaal dingen doen die eigenlijk niet zo'n heel erg...
misschien nog niet zo heel erg duidelijk zijn, zo'n 836-project. Omdat ik denk, als je dat maar lang genoeg blijft doen, dan geloof ik dat er echt wat uitkomt waar je iets aan kan hebben. Ja, het 836-project heeft zijn dienst al op ruimschort. Nou, en over, ik zal nog een paar voorbeelden, zal ik iets sneller doorheen, want ik kan straks nog kijken. Maar dit is een van de sensoren die ik bijvoorbeeld heb voor mensen die zeggen van, wat kan je dan nog meer meten? Wil je wat, ja? Is er zo meteen een ruimte gevraagd? Of ja, dus nu ook een ruimte gevraagd. Ja, ik ben heel erg benieuwd, want ik ben helemaal niet thuis in wat jij allemaal in van je armen. En ik zoek nog een beetje het nut ervan, zeg maar. Want ik heb toch niet 1, 2, 3. En ik denk daarover, wat als we met heel Nederland of met de hele wereld zo'n bandje gaan om gaan dragen, wat gaat het betekenen? Zeg maar. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, laat ik even een voorbeeld geven, want het zijn een paar dikke voorbeelden die daar een beetje op inhaken. Dit voorbeeld. Ja. Iemand die op vakantie genoeg gaat om te herkennen wat dit is. Dat is voor astma. Dat is waar ik. Nou, dat is mooi. Dit is nog een plaatje, maar jullie kennen het verhaal denk ik dan al. Want... Okay. Dan weet je het goed, want dit is een plaatje van Barcelona. Dat begint eigenlijk het verhaal met het plaatje in Barcelona in 83. En die stipjes zijn astma-uitbraken. En die astma-uitbraken die kwamen allemaal, je ziet ook, rondom een bepaalde periode in het jaar, zelfs een bepaalde periode in de week kwam erachter, en een bepaalde periode, of een bepaalde plek in Barcelona. En je ziet ook dat het meer in de haven is dan niet in de haven. Dus men ging zoeken. En men vond uiteindelijk uit dat er een overeenkomst was tussen de tijden dat daar schepen aankwamen, die soja uitladen en inladen, en de astma-uitbraken. Nou, toen zag men natuurlijk het verband tussen het feit van, hey, maar dat is niet zomaar toeval, dat is wel oorzaak-gevolg. Dat stukje, dat geeft eigenlijk aan dat als je gewoon niet voor één persoon data kan verzamelen, maar voor meerdere personen, je zou dat kunnen laten zien, zowel qua tijd als qua locatie. En je kan daar mensen een overzicht van geven, dan zou je daar wel eens hele interessante verbanden uit kunnen halen. Nou, dit was een voorbeeld van een project wat men met potlood en papier deed. De dokter schreef dat gewoon op en alle dokters hadden afgesproken, als je een astma melding krijgt, schrijf even op waar het gebeurde en wanneer. Maar dat was natuurlijk ontzettend veel handwerk. Je ziet ook alleen al aan het feit hoeveel stipjes er zijn. Dit zijn geen duizenden gevallen. Dit zijn een aantal geïsoleerde gevallen. 1986. En dit is al in 1986. En nu hebben we dit soort mogelijkheden. Nou, dit kennen mensen waarschijnlijk wel. Ja. Dit is een Ventolin voor mensen die last hebben van astma. En men heeft een toevoeging gemaakt die eigenlijk heel simpel is. Een opzetstukje waarbij als je erop klikt, slaat hij de datum op en de tijd. Die functionaliteit die kunnen we in een wekkerradio, een horloge, dat is geen rocket science. En de locatie. Dus hij slaat ook op waar ik nu ben. Dus als ik nu hierop druk, dan zegt hij, je bent nu op dit tijdstip hier en ik sla op in dit stukje, eigenlijk dit blokje waar je bent. Nou, die gegevens kan hij synchroniseren, waardoor je die gegevens die vroeger met hand worden genoteerd bij de dokter, kan verplaatsen naar een systeem waarbij, en dat gaat misschien een beetje dus in op jouw vraag, waarbij je niet één persoon, niet 100 personen, maar misschien 100.000 personen, dus tel alle personen die hier in Nederland gebruik maken van de Ventolin, en dat zijn er letterlijk 10 of 100.000, dus dat zijn hele grote groepen, kan je ook aangeven waar bijvoorbeeld in Nederland de luchtkwaliteit misschien wel minder is. Mensen in ieder geval meer Ventolin gebruiken, periode in het jaar. Een van de universiteiten heeft ook recentelijk een klein sensor op je iPhone. Ja, die op een mooie zomerse dag sturen ze iedereen naar buiten. Dan moet je op dat moment een opname maken van de lucht. En op basis van een soort prisma-achtige constructie kunnen zij meten hoeveel fijnstof er in de lucht zit, maar ook wat voor soorten fijnstof er in de lucht zitten. Dus ze hebben 10.000 van die dingetjes gemaakt, ja, volgens mij. Heel veel, ja. Allemaal aan mensen verstuurd. Dus we wachten nu op een mooie zomerse dag. En in Nederland is dat altijd spannend. Waarschijnlijk ergens in oktober. Maar dat zijn van die voorbeelden waarbij je dus in een hele grote crowd met heel veel data in één keer heel veel kunt zien en meten. En heel veel van die projecten worden dus onder het soort van label citizen science. Dus je kan met z'n allen kan je wetenschap doen in plaats van dat je een onderzoeker nodig hebt om al die data te verzamelen. Verzamelen wij met z'n allen die data voor onderzoek. Maar dit is wel een begin. Ja. Want ik begrijp dat het data verzamelen. Ja. Dat begrijp ik dat je dat ermee kan. Maar wat gebeurt er dan mee? Ik zit al te denken aan. Gaan we een toekomst tegemoet waarbij je als je gaat solliciteren, tot zolang er nog werkgevers en werknemers bestaan, dat je gaat solliciteren dat je net een kopietje of een uitdruk van je gezondheidsprofiel moet laten zien. Ik denk niet dat iemand daar nu een antwoord op heeft. Ik denk wel dat de uitdaging in het stadium waarin we nu zijn, dat we deze mogelijkheden hebben,
is voor de mensen die het ontwikkelen en die er nu kennis van nemen. Want als je er nu kennis van hebt, dan ben je al een stuk vroeger waarschijnlijk de grote massa. Mm. Zal dit over een 3 tot 5 jaar misschien echt in zijn handen hebben of gebruiken. Is de uitdaging, hoe kan je dit gebruiken voor een goed doel in die zin. In plaats van het feit dat altijd alle mensen aan het einde van zo'n presentatie. Ja, dus straks krijg ik een verzekeraar die mij vertelt dat ik niet genoeg beweeg. En dan moet ik extra betalen of willen ze me helemaal niet meer accepteren. Ja, dat is één kant. Kan dat je is één kant. Krijgen, ja, andere kant. Ik zou mezelf voorstellen dat je in de toekomst bij de dokter komt. En dat je, als je jezelf hebt gekwantificeerd. Dat je daarmee de dokter al vooruit helpt in datgene wat je nodig hebt. En dat daardoor misschien gezondheidszorg goedkoper wordt in plaats van duurder wordt. Dus wat een van het zal natuurlijk altijd weer allebei de kanten. Kijk, wat een van de mogelijkheden is van die data is en dat heb ik toen ik in San Francisco was 3 weken geleden heel duidelijk meerdere plekken gezien. Een van de, als je het gezondheidszorgsysteem hebt, is gewoon dat er te veel geld op verkeerde plekken zit. Dat is uiteindelijk wat iedereen roept van ja, maar dat geld gaat. En net werd ook in het begin de vraag gesteld hè, van. We zijn niet allemaal hetzelfde, dat zeggen die doktoren ook. En die willen ook weten van waar kan ik iets doen wat effect heeft. Dus waar is mijn geld eigenlijk, waar krijg ik waar voor mijn geld? Als ik iemand een dure behandeling geef, dan wil ik dat best doen. Maar dan moet ik ook wel weten dat iets effect heeft. En daarin biedt deze technologie wel een hele goede kans. Om namelijk bijvoorbeeld, er zit hier een voorbeeld in van een ander bedrijf waar we waren, 23andMe. Die doen bijvoorbeeld genetische testen, zodat je een aantal profielen op kan stellen. Die gebruiken ze in Amerika om mensen die een corporate wellness programma hebben. Dus gewoon hoe kan het bedrijfje helpen gezonder te maken. Programma's aan te bieden die ook effect hebben. Want je kan mensen wel iets aanbieden, maar als je van tevoren weet dat dat effect veel minder is. Omdat jouw genetische profiel gewoon bepaalde voedingsstoffen niet zo opneemt. Dat je nou eenmaal, en denk aan het feit de lactose intolerantie bij veel mensen van Aziatische afkomst of wat dan ook. Als je dat soort gegevens hebt van tevoren, dan kan je daar ook gebruik van maken. En dat is wel iets wat deze technologie veel meer biedt dan wat we tot nu toe konden. We konden eigenlijk vrij weinig inzicht krijgen in waar kunnen we nou het geld stoppen. Dus een van de voorbeelden die ik zag toen ik in Amerika was, was er was een jongen die, een vriend van mij, die is hoofddata data scientist bij een bedrijf. En die maken medische, die beheren medische gegevens voor huisartsen. En die zei gewoon, nou we hebben 60 miljoen klanten en we kunnen dus precies zien welke mensen risico lopen volgens al die gegevens, die meetgegevens die ze aanleveren. En welke mensen niet op de goede waarden zitten. Nou, die groep die niet de goede waardes heeft en risico loopt, dat is je groep. Anderzijds kan je geld kan je besparen op die groep die geen risico loopt en die ook nog eens perfecte waardes heeft. Dus die kan je iedere 2 jaar laten komen. En die andere groep moet je misschien iedere 2 maanden wel laten komen. Het werkt ook vaak preventief. Dus en het is een deel, ja. Ja, gisteren was ik onder andere in Nederland, we hebben nu het Nationaal Preventieprogramma. Waar men ook kijkt, ja, moeten we hier dan ook iets, willen we hier iets mee integreren? Nou, dat zijn allemaal mogelijkheden die je daar dus in hebt. Dus dat is één van de dingen. Maar ik zeg meer aan de mensen die hier zitten en die dit verhaal nu kennen, van bedenk vooral, al die kanten, al die technologieën, al die mogelijkheden die hier vandaag ook beschreven worden, hebben allemaal een slechte kant of allemaal een kant waar iemand geld kan verdienen ten koste van anderen. Onze uitdaging is, of we ten koste, of zeg maar ten goede van anderen, ten goede ook van onszelf dan hopelijk, het kunnen inzetten zodat we daar ons meer op richten. Maar heb je het gevoel hoe Glass hier een rol in gaat spelen? Nou, om niet helemaal in te gaan op Glass, maar voor mensen die het niet kennen, misschien heb je het gezien dat Glass is een soort interface van Google waar je eigenlijk in een soort display kijkt wat een beetje in je bovenhoek van je gezicht zit. Dat het punt vaak is dat die metingen, en ik heb hier bijvoorbeeld, ik kreeg deze gisteren. Ik heb er ergens een sheet van wat dit ding allemaal meet. Dat is wel grappig. Want even kijken waar die zit. Dit is overigens, die zou ik zo nog even doen, maar deze. Dit is een sensor die je opplakt. Je plakt hem eigenlijk hier. Dus het is een soort sticker, patch. En daar zit een heel klein chipje in. Holy crap. En dit is wat hij allemaal meet, wat eronder zit. En het verschil is dus dat je vroeger moest je bijvoorbeeld een Holter monitor, kennen mensen dat? Kun je even medicine in de zaal. Een Holter monitor, als je last hebt van mogelijke kans op hartritmestoornissen, dan zeggen ze om het white coat syndroom, als je bij de dokter zit is het sowieso niet mee, daar heb je niks aan, die meting is vaak, mensen hebben zoveel stress of angst als ze in het ziekenhuis zijn, dus je wil een thuissituatie monitoren. Dus dan krijgen ze een kastje mee, dan moet je echt een beetje voor zo'n kastje, gewoon ding om hun nek met 6 sensoren, en daar loopt iemand dan mee rond. En een batterijpack waar je tegen zegt. Precies, en ook dat ding is dus een heel onnatuurlijk stuk apparatuur aan je lichaam. Jongeren weigeren ook vaak om daar mee rond te lopen. Want die zeggen, nou daar wil ik helemaal niet mee gezien worden. Dus
ik ga dat laat maar. Of zoek maar naar een oplossing die bijvoorbeeld maar dan wat algemener is. Maar zo'n pleister, deze kan je 7 tot 8 dagen dragen. En die plak je gewoon op en dan je kan ermee douchen, je kan ermee in je bad staan. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. En dit stukje elektronica kan je zelfs verwisselen, maar nu kost het $12 volgens mij om te maken. De bedoeling is dat het straks een fractie daarvan kost en dan krijg je hem gewoon van je dokter en zegt de dokter, zink even met je telefoon en daarna gooi je maar weg. Dat is het idee. Dat is waar ze nu ongeveer zijn. Dus dit soort mogelijkheden, je ziet steeds meer dingen bij elkaar komen. Nou, dit kan deze allemaal weten, maar we hadden het net ook over die. Hè, dit is die scout. Jij vroeg daarna? Ja, en die chip die je net in de buisje zit. Ja. Zit daar RFID in? Nee, die zit Bluetooth in. Dit zinkt gewoon met je telefoon. Dus hij zinkt gewoon. Het jammer is, de app is nu in beta, dus de app is niet in de App Store, maar voor iedere, zeg maar, ik heb van hun een unit gekregen, maken ze weer een aparte versie van de app. Ik heb nog niet gecheckt, misschien zit hij nu in mijn mail, maar ik kan je de app alleen nog niet laten zien. Anders kon ik je laten zien dat hij gewoon een meting kan doen. Dus onder andere heart rate, variabiliteit, al die metrics, die staan gewoon op een display en die krijg je gewoon te zien. Als je zelf een oplossing voor dat ding, dat je helemaal. Die eigenlijk van leven lang kan dragen als je met RFID gebruikt. Ja, nou ja, er zijn de oplossingen waar men over 5 tot 10 jaar naartoe wil. Dat zijn zogenaamde nanotattoos. Dat zijn een soort plak. Ja. Mensen kennen misschien de plakplaatjes die je vroeger bij de kauwgom kreeg. Dat is ongeveer zo dun. Dat is een bedrijf MC10 uit Boston. En die draag je ook letterlijk op je huid. Die zijn echt zo dun, dus zo dun als een plakplaatje. Die halen dus inderdaad hun stroom, waar we net over hadden, uit je lichaam. Want die hebben maar een hele kleine hoeveelheid stroom nodig. En die sturen dan al die signalen ook door naar je telefoon, die dan de rest van de communicatie afhandelt. Maar het punt is vooral, dat heb ik me laten vertellen, zit in Eindhoven, hebben wij in Nederland een center, en die houdt zich bezig met flexibele elektronica. Het moeilijkste schijnt te zijn niet dat elektronica zeg maar kan buigen en dingen, maar dit. Dus als je je arm neemt en je doet dit, dat verwringen van je arm, weet je wel, dat je arm een beetje zo dat soort bewegingen doet, dat is zo extreem moeilijk. Daar zit de moeilijkheid nog in waarom we dat nog niet zien. Maar men is al wel zover, bijvoorbeeld de eerste versie wordt uitgebracht samen met Reebok dit jaar. En die hebben een deel van dat stukje technologie wat ze gemaakt zijn in een helm gestopt. Om bij voetballers te kunnen meten of er hersenschade ontstaat bij bijvoorbeeld koppen en dat soort koppen. Ja. Dus omdat het zo dicht op je... Dat er toch wel meer schade was. Nou ja, dat zijn ze nu aan het onderzoeken of dat inderdaad objectief dan ook kunnen wijzen. Ja, dat is ook wat een hele ding. Ja. En als je de camera's hebben, zullen ze helemaal geen scheidsrechter meer. Ik laat nog een paar dingen zien en ik geloof dat we al, ik weet niet helemaal wie precies, misschien heeft iemand. We hebben nog 5 minuten, maar precies. Daarom. Ik zal deze nog even laten zien. Dit is de device waar ook naar gevraagd werd. Het device eigenlijk wat, een soort tricorder noemt men dat. Dus een ding wat je eigenlijk uit je broekzak kan halen, op je voorhoofd kan zetten. Je ziet ook, je moet hem ook gewoon echt zo op je voorhoofd zetten en er zit een lampje in waar een soort weerkaatsing plaatsvindt die je ook hebt met die app die mensen ook kennen om je hartrate te meten aan de achterkant van je telefoon en je legt je vinger op de lens. Beetje datzelfde idee, dat is de basistechnologie die daar ook in zit. Je kan dus ook bijvoorbeeld je ECG, stressniveau, bloeddruk, wat een soort afgeleide van je hartslag is. Maar dat apparaatje kan je dus gewoon altijd meenemen en in je broekzak steken en als je nodig hebt haal je het eruit. Dus hetzelfde als op de achterkant van mijn telefoon zit een ECG. Dat is een ECG wat je ook kan gebruiken als je bij mensen thuis als huisarts bijvoorbeeld een meting wil doen. Dus je zegt, kijken. Je zegt dat je als huisarts maar moet gokken soms hoe het is, maar als ik dit gewoon... Kijk, dit is precies hetzelfde als wat je in een ziekenhuis zou doen, alleen in een ziekenhuis doen ze de 12 tegelijk. Dan doen ze een zogenaamd 12 lead ECG, dan komen er... Maar dit is dus exact hetzelfde en dit is ook volledig medisch goedgekeurd. Gewoon op je mobiel gewoon, hè? Ja, het hoesje wat hierachter zit maakt dat eigenlijk mogelijk. Hoe heet dat hoesje? Alivecore heet het bedrijf. Het is ook maar heel... Ja. En deze kan je ook gewoon bij Amazon bestellen. Kijk, dit is een hele ding. Dit is ook niet zo... Dit is gewoon een hoesje met 2 elektrodes. En die geeft dat door. Maar dat maakt het mogelijk omdat je dan niet... Als huisarts bijvoorbeeld... is het typisch weer zo'n geval waar het net ook over ging.
Het vervangt niet het ziekenhuis, het vervangt niet zo'n 12 niet ECG. Als je echt hartproblemen hebt, gaat dit niet een huisarts vervangen of een leeftijd. Maar het vervangt wel het feit dat je kan zeggen, als er niks aan de hand is, hoef je in ieder geval niet naar het ziekenhuis te gaan. Ik denk dat ik een beetje ga afronden. We zijn een beetje snipsnap door verschillende onderwerpen heen gegaan. Ik heb hier een aantal dingen liggen, dus voor iedereen die nog verder wil kijken. Ik weet dat er een aantal vragen waren over voeding waar we niet helemaal zijn naartoe gekomen, maar het liefste ga ik daar even door met twee kijken. En als jullie vragen hebben, dan aanspreken.